atelier, speciaal voor jongvolwassenen met autisme. De Chameleon in Nijmegen is een atelier speciaal voor hen die creatieve begeleiding nodig hebben. Afgelopen weekend werden er werken tentoongesteld. Een expositie met schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en nog veel meer. Afgelopen weekend werd het tentoongesteld bij atelier De Chameleon. Een atelier speciaal voor jongvolwassenen met autisme waar creatieve begeleiding bij aanwezig is. De Chameleon is een creatief atelier waar mensen met jongvolwassenen met autisme aan het werk zijn. En iedereen die werkt vrij en op eigen tempo en iedereen heeft zijn eigen inbreng. En als mensen begeleiding nodig hebben, krijgen ze begeleiding van mij. Maar de helft van de mensen zijn zelfs zo creatief dat ze zelf aan de gang kunnen. Het is niet de eerste keer dat er een expositie wordt gehouden bij de Chameleon. Voor de vierde keer kunnen deelnemers helemaal vrij zijn in hun creatieve proces en worden deze werken ook daadwerkelijk tentoongesteld. De deelnemers hangen hun werk op, dus het is hartstikke leuk. Eén keer per jaar organiseren we dat en dan is het voor hun ook extra leuk en motiverend dat de mensen komen kijken en dat er ook werk wordt verkocht. En mijn doel is nou eigenlijk voor het komend jaar om de deelnemers, kijk, dit zijn de twee, maar ik heb er nog meer, zeg maar om ze op een podium te zetten en dan dingen te regelen waardoor de spullen worden verkocht, dat ze meer kunnen gaan exposeren. En ik wil ook andere mensen uitnodigen met een psychische kwetsbaarheid. Twee van deze deelnemers zijn Tijn en Myrthe. Zij zijn dit creatieve proces ondergaan en hun werken hangen nu in de expositie. Ik heb voornamelijk digitaal werk gemaakt, maar ik ben ook, het is mijn comfortzone om dat te doen, maar ik ben ook een beetje outside the box gegaan en met op canvas gewerkt met pen. Ik heb een hele lange tijd gehad dat het slecht met me ging en digitaal tekenen hield me stabiel op de voet. Ik heb wat werk op papier bij, ik heb wat klein werk en dat is het, want ik zit er nog pas een jaar ongeveer. Beiden zijn enorm trots op hun werk. Zomaar het verkopen zit er dan ook nog niet helemaal in. Ik houd meer van mezelf, vooral omdat ik veel personages teken en als ik ze verkoop, dan heb ik het gevoel dat ze niet meer echt van mij zijn. Maar als mensen me lief aankijken, dan wil ik nog wel eens wat verkopen. Organisator Judith de Kok is blij met de deelnemers en hun werken. En ieder draagt zijn steentje bij en dat is gewoon heel verbindend. En dat is gewoon heel leuk. En de een die maakt de posters en de ander drukt ze en iedereen doet wat. En dat is gewoon heel fijn. Het is een soort tweede familie, zeg maar. Zo voelt het dan.